Hallo, wij gaan vandaag hoofdstuk 5, paragraaf 3 met elkaar bespreken. En dat is de paragraaf van de karakteristieke groepen. Tot nu toe was het best wel makkelijk om de naam van een orkaan te geven. Wat nu begint is dat bij onze koolwaterstofketen komen ook karakteristieke groepen aan bod. En de karakteristieke groepen zijn dan de alcoholen, de amine en de zuurgroepen. Daarbij kan ook een dubbele binding voorkomen of een halogeen. En een halogeen zijn dus die atomen die wij terug in de halogeenkolom in binnens kunnen vinden. Dus fluor, brom, iood en chloor. Okay? Dus wat zijn eigenlijk de karakteristieke groepen? Die karakteristieke groepen zijn groepen die een bepaalde eigenschap aan een koolwaterstof geven. Volgend jaar gaan wij zien dat zuren zijn heel belangrijk omdat ze een H-plusje kunnen afgeven aan een oplossing. En wij hebben dus ook een zuurgroep. En wij noemen het een carbonzuurgroep. En dit is het carbonzuurgroep. Het is dus een dubbelgebonden O'tje bij een C'tje met een OH-groep daarbij. Dit noemen wij een carbonzuur. Ja? Wij hebben ook de alcoholen. En die alcoholen zijn dus een OH-groep. Dat is een alcohol. Wij hebben de amine-groepen. Dat is een NH2-groep. Amine. Ja, wij hebben ook een amide-groep, maar dat komen wij pas volgend jaar achter. Wij hebben ook een dubbele binding. Ik doe hem zo. Een dubbele binding. Je gaat ook zeggen van, hier mevrouw, een dubbele binding. Maar dit is een dubbele binding tussen C-atomen. Oké? Dat is een dubbele binding. Tot nu toe hebben wij de alkaan geleerd. Een dubbele binding heeft aan ons een alkeen. Dus hij veroorzaakt de 1. En wij hebben ook een halogeen. Dat kan een F, of een Cl, of een Br, of bijna nooit een iood. Ja, dus dat is een halogeen. Maar hoe kunnen wij al die verschillende dingen in een naam gaan inbouwen? Dus, en kan je ook zeggen van, mevrouw, moet ik dit allemaal op mijn hoofd kennen? Nee, ze staan in Venus. Opletten, dat zeg ik altijd, even een kleine waarschuwing. Venus is jouw vriend als jij Venus af en toe gebruikt. Als jij Venus de hele tijd gaat gebruiken om alles op te zoeken, hij is zeker jouw vriend niet, want dan ben jij al jouw tijd kwijt. Maar vooruit. In tabel 66d, hieronder, zien wij een heleboel karakteristieke groepen. Hier staan carbonzuren, sulfonzuren, zuuranhydride, esters, amide, amine, ketonen, zaldehydes, alcoholen. Er zijn heel veel. Veel meer dan wat jullie moeten kennen. Eigenlijk, wat hier in binnen staat dat jullie moeten kennen, zijn alleen maar die drie. En wij hebben hier een stuk of, weet ik wel, 15? Er zijn heel veel. Wat je moet bedenken is, deze is het belangrijkste. Dit krijgt plekje 1. En alcohol is de tweede belangrijkste. Dit is onze tweede. En amine is onze derde belangrijkste. Hij krijgt cijfertje 3. En dubbele binding en een halogeen zijn eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar vooruit, als tussen die twee zitten, het is dan een dubbele binding en daarna pas een halogeen. Dit is dus de orde van het belangrijkste naar het minste belangrijk. En wat bedoel ik daarmee? Dat ga ik zo zien in een voorbeeld. Stel je voor dat ik
deze hebt. Ik heb deze. Daarna ga ik deze dan even maken. Daarna heb ik die. Daarna vooruit ga ik deze maken. Oké? Wat is de naam dan van die verschillende stoffen? Die hebben twee zetjes, dat is ets. Enkele binding tussen de zetjes. En ik heb daar een zuurgroep. Dus dit is etanzuur. Allemaal aan elkaar. Ik heb hier 1, 2, 3 zetjes, dat is dan prop. Alleen maar enkele binding tussen de zetjes. En een OH-groep, dat is een alcohol, wij noemen het ol. Stel je voor dat die alcoholgroep hier niet was, maar hij was daar. Zou dit een andere stof nou kunnen zijn? Hier komen wij zo meteen op. Hier hebben wij 1, 2, 3, 4 zetjes. Dat is boet. Enkele binding tussen de zetjes. Een amine groep. Amine. Nu ga ik dezelfde vraag stellen. Stel je voor dat deze amine hier niet was. Maar daar is het dezelfde stof. Komen wij hieronder. 1, 2, 3 zetjes. Prop. Een dubbele binding. 1. Ja? Nu komen wij op mijn vraag terug. Propanol was met die OH-groep hier. Maar nu heb ik mijn OH-groep hier geplaatst. Is het dezelfde stof? Nee. Dit is een isomeer. En wat wij weten over isomeren is, isomeren hebben dezelfde molecuulformule. En de molecuulformule blijft dezelfde. 3 C'tjes, 8 H'tjes en 1 O. Maar ze hebben een andere structuur. Dat hebben wij gezien. Eentje was de OH hier en die andere, die OH nu staat daar. Maar ook een andere naam. En hoe zorg jij voor die andere naam? Dat doe jij door te laten zien in de naam waar jouw karakteristieke groep komt. De eerste, dat doe je door een nummering aan jouw C'tjes te geven. Jij begint altijd, ik ga mijn ogen hier weer plaatsen. Jij begint altijd bij het belangrijkste groep. En aha! Hier wordt wat wij net gedaan hebben door 1, 2, 3, 4, 5, de belangrijkste cijfers te geven, komt hier weer op terug. Het belangrijkste groep en enige groep hier is de OH. Hij moet een zo laag mogelijk nummering krijgen. Dat betekent als ik begin hier te tellen, 1, 2, 3, krijgt mijn OH-groep het cijfertje 1. Dat is goed, dat is zo laag mogelijk, toch? Dus dit is eigenlijk propan-1-ol. Toen mijn OH-groep hier stond, was het dus propan-2-ol geweest. Ja? Ik ga hier weer terug naar waar mijn amine stond. En mijn amine stond hier. En mijn amine is hier het enige groep. En dus het belangrijkste, hij moet een zo laag mogelijk cijfer krijgen. Dat betekent ik begin hier te tellen. Zou jij ook hier beginnen te tellen kunnen? Ja hoor, maar dan heb je 1, 2, 3, 4. Dan heb je amine op plekje 4. Dat is niet zo laag mogelijk. Dus eigenlijk gebruiken wij de blauwe. En dan schrijven wij hier butaan 1 amine.
En toen wij onze amine hier hadden geplaatst, was hij button 2 amine geweest. Want als de amine hier stond in plaats van daar, is mijn rode de keten die het laagste nummering oplevert in plaats van de blauwe. Dus deze was dan button 2 amine geweest. En propane, ik zou hier wel de dubbele binding moeten aanheven. Hij staat tussen koolstof 1 en 2. Het laatste cijfer is 1. Dus ik zou propane 1 moeten opschrijven. Ja? Maar, als de dubbele binding hier was geweest, was dit ook tussen 1 en 2. Dus het maakt niet uit waar de dubbele binding komt, hij levert propane. Ja? Oké? Dus voor propane, het maakt niks uit. Oké. Nu gaan wij eigenlijk een ander voorbeeld zien waar meerdere karakteristieke groepen terugkomen. Ik heb hier een heleboel, toch? Ik heb hier 1 karakteristieke groep, 2 karakteristieke groepen en een halogeen nog. Dat is veel. Dus eerst moeten we bekijken welke is het belangrijkste karakteristieke groep. En dat is die. Mijn OH-groep. Dus hij moet het laagste mogelijk cijfer krijgen. Belangrijkste, laagste mogelijk. Als ik begin vanaf de linkerkant te tellen, heeft hij en cijfers 2. Was ik hiermee begonnen, zou hij, doe ik even met blauw, 1, 2, 3 hebben. En dat mag niet, want 2 is lager. Dus ik moet vanuit de linkerkant beginnen. Op plek 1. Heb ik een O, dat is een alcohol. Op plek 3 heb ik een fluor. Op plek 4 heb ik een amine. Ja? Dus de naam van mijn stof is 4 zetjes boets. Alleen maar enkele binding tussen de zetjes. Een belangrijkste groep, oh sorry, plek 2. Foutje. 2, all. En alles anders, dat deze hebben wij al gedaan. Alles anders moet als een voorvoegsel komen. Oftewel, voor mijn naam. In alfabetisch volgorde. Dus hier hebben wij 4 amino. Hier kom ik zo op terug. 3, fluor, alles aan elkaar, button 2O. Tussen cijfer en letter komt een streepje. Alles moet aan elkaar zitten. En de karakteristieke groep is amine. Maar als hij voor moet komen, vervangen wij de E voor een O. Als het een voorvoegsel is. Jongens, dit is niet moeilijk. Het staat een stappenplan in jullie boek. Vrees niets, oké? Maar dit krijgen jullie echt alleen maar echt goed te leren met opdrachten, 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 opdrachten en blijven oefenen. Oké? Dus, jullie moeten nu die opgave van het boek maken. Wil je nog meer? Ik heb veel meer. Vragen, 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 vragen. Ja? Ik zie jullie in onze volgende bijeenkomst in Teams. En succes! En niet vergeten, jullie mogen mij altijd berichtjes sturen. Doei doei!